Voordat ik begon aan deze studie was ik gebonden aan de financiële dienstverlening. Ik heb heel veel reorganisaties meegemaakt en dacht altijd wel van stel je voor ik moet nu weg, wat ga ik dan doen? En ik wilde altijd al mijn hbo-studie afronden. Ik ben ambitieus en wil graag doorgroeien. Door een project binnen het bedrijf ben ik geïnspireerd om de IT in te gaan. Dat is eigenlijk de reden voor de keuze van Business IT Management. Zelf ben ik van oorsprong Russische. En in Rusland heb ik elektrotechniek gedaan. Toen ik naar Nederland kwam, heb ik eerst deeltijd hbo gedaan. Eigenlijk studie waar ik nu zelf les aan geef. En daarna heb ik nog master op Nijrode gehaald. ICT is een heel dynamisch vak die continu in ontwikkeling is. Wat je ziet is dat leven lang leren steeds belangrijker wordt. En daarvoor, deeltijdstudie is natuurlijk ideaal. Ja, ik kan direct in praktijk brengen wat ik geleerd heb. Ik heb nu anderhalf jaar een nieuwe functie binnen het bedrijf, wel IT gerelateerd. Dus hoe test je iets, wanneer implementeer je een nieuwe functionaliteit. Ook de Agile Scrum methode hebben we geadopteerd en geïmplementeerd. Dus dat had ik niet kunnen doen zonder mijn studie. Ik ben les gaan geven omdat toen ik zelf student was, heb ik altijd gewaardeerd dat sommige docenten uit beroepspraktijk kwamen. En ja, mijn studenten van nu zijn mijn collega's van morgen. Dus ik vind het ook heel erg leuk om mijn kennis te delen met hen. Ik vind het heel erg leuk om te studeren. Ik haal er zelf heel veel voldoening en plezier uit. Het is zwaar. Ik denk het zwaar voor mijn vrouw. We hebben goede afspraken gemaakt. Maandag en donderdag studiedag. Zondag extra studeren. Met goede afspraken en een goede planning is zo'n studie gewoon goed haalbaar. Je moet er wel tijd in stoppen. Het komt niet aanwaaien. Onze studenten zijn heel erg divers. Ze zijn van verschillende achtergronden, verschillende leeftijden. Ook rollen op hun werk. We hebben helpdesk-medewerkers, maar we hebben ook IT-managers. Toch, wat voor iedereen geldt als je deeltijdstudie doet, is het best wel zwaar. Want je doet het naast je werk. Dus het is wel zo dat enige discipline en ook focus is echt vereist. Toen ik eraan begon, dacht ik, had ik dit meer eerder gedaan? Ik merk gewoon dat er al deuren openen voor mij die voorheen niet openden. Vanuit de opleiding staan we altijd continu in dialoog met bedrijfsleven. Wij weten wat bedrijfsleven nodig heeft en proberen ook onze curriculum op af te stemmen. Dus als student kan je zeker van zijn dat je kennis aansluit bij wat bedrijven nodig hebben.